Hallo, dag liefste vis, welgekomen. Mijn naam is Gail en ik ga vandaag een lezing voor jullie doen, een tarotlezing met betrekking tot de volledige maand januari 2024. Liefste vis, ik begin altijd mijn lezingen graag met wat astrologische achtergrond, die eventueel wel van belang voor jullie kan zijn tijdens deze maand of deze periode. En daarna ga ik over naar de tarotlezing zelf. Deze lezing is goed voor zowel vis in zon als in ascendant. En de tarotlezing mag je de maanteken van vis erbij nemen. Nu, dat gezegd zijnde, liefste vis, het is een heel belangrijke maand. Voor diegenen die astrologie kennen of astrologisch toch een beetje notie hebben, dan zullen die weten waarom het een heel belangrijke maand is. Maar dat zal ik sparen voor het laatste stuk. Nu, ik ga beginnen met het begin. De eerste belangrijke transit. Voor mij zijn er twee belangrijke transits gedurende deze maand, die wel belangrijk voor jullie kunnen zijn. De eerste is Mercurius, die nu in het begin van deze maand op 2 december terug rechtstreeks gegaan is. Mercurius is rechtstreeks gegaan samen met de planeet Venus en samen met de planeet Mars in jouw tiende huis. Nu, jouw tiende huis is jouw huis van carrière en ook van publiek leven, hoe jij jou naar de buitenwereld toont. Dus het kan zijn, vis, dat je daardoor, zeker gedurende die eerste anderhalve week nu tot en met de 14e januari, dat je meer grotere vragen aan bod zult laten komen. De grotere vragen van het leven. Wat dat jij hier wilt doen in het leven. Wat dat jij wenst te bewerkstelligen. Echt letterlijk de doelstelling van jouw leven. Kan zijn dat jij ook gewoon algemeen meer ideeën daarover zult krijgen. Dus je zult wat meer in je hoofd zitten met betrekking tot jouw doel voor de rest van jouw leven. En hoe dat jij dat wenst te uiten naar de buitenwereld toe. De 5e januari hebben we de planeet Mars die van jouw 10e huis naar jouw 11e huis gaat. Tezamen ook op de 11e van deze maand hebben we een nieuwe maan ook in jouw 11e huis. En de 14e zal Mercurius overgaan van jouw 10e naar jouw 11e huis. Dus onder andere dat wil zeggen dat jij in jouw 11e huis een hele grote cluster zult hebben van planeten. Nu, jouw 11e huis is jouw huis van vrienden, van familie. Van jouw gezin, van jouw dromen, van jouw wensen. Dus wat wil dat eigenlijk voor jou, of wat betekent dit voor jou, is dat Mars jou ten eerste energie zal geven om tijd te steken in projecten die je met vrienden of met je familie wenst aan te gaan. Het kan ook zijn, liefste vis, dat jij zelf een project zal leiden. En het zal een project zijn waar dat jij veel passie voor hebt. Nu, ik zeg niet dat dit zal gebeuren, maar de energieën lenen zich daar wel toe. Dus een goede periode nu om eventueel iets nieuws met passie te lanceren en daarbij ook samen te werken met andere mensen. De nieuwe maan, vandaar nieuwe maan, altijd nieuw project, iets nieuws lanceren, creëren, is echt bij uitstek een heel goede mogelijkheid. Dus het kan ook zijn dat jij nieuwe mensen daardoor zult leren kennen tijdens deze transit, of toch tijdens deze periode van januari, of nieuwe connecties zult maken, ook op werkgebied. Mercurius geeft jou ook de kans ergens om aan na te denken over de mensen die jij in jouw leven hebt. En hoe dat hun energie jou beïnvloedt en hoe dat jij hen beïnvloedt. Want we beïnvloeden ook allemaal elkaar. Energie is fluïde. En ik denk dat jij wel eens zal kijken of dat nog allemaal wel op één lijn zit en gebalanceerd is. En of dat de juiste mensen in jouw leven zijn. Wij zien op de 21ste, zie ik dat de zon in jouw 12e huis komt. Jouw 12e huis is jouw huis van spiritualiteit onder andere. Dus het is daardoor een heel goede tijd om vanaf de 21ste deze maand om ergens wat tijd te nemen voor jezelf en te hervitaliseren. En als je dat kunt doen, dan zul je zien dat je ook neiging hebt om meer naar het spiritualisme of het spiritualistische realm te gaan onderzoeken. Alles met betrekking van het onzienbare, dat is uw 12e huis, zal wat geactiveerd worden. Vaak als wij ons wat verdiepen in spiritualisme, dat kan gelijk welk vlak zijn, want dat is een heel breed vlak, dan kunnen wij soms meer connecteren met onszelf. En daardoor kunnen wij meer gegrond geraken en meer energie terug opdoen. Dus dat zal eigenlijk de bedoeling zijn vanaf de 21ste, dus die derde week van januari. De 24 januari hebben we Venus ook en Venus komt in jouw 11e huis. Dus
Venus in jouw 11e huis kan wel betekenen dat je eventueel wat liefde zou kunnen aantrekken. Dus het kan zijn dat er nieuwe liefde op jouw pad komt. Het kan ook bijvoorbeeld zijn dat een bestaande vriendschap in jouw leven verandert in liefde. Wat ik heel mooi vind. Ik denk dat je meer ook door Venus, Venus houdt van balans, dat je meer gebalanceerde verhoudingen zult hebben met je familie, met je vrienden, met je geliefden of je geliefde zelf. Nu, de allerbelangrijkste shift deze maand, en ik heb hem gespaard tot laatste, zal Pluto zijn. De planeet Pluto, dat is een dwergplaneet, maar de planeet Pluto heeft enorm veel kracht. Dat is een van de krachtigste planeten die rondom ons stelsel, of in ons stelsel, of rondom de zon en de aarde beweegt. Nu, Pluto is een planeet die ver van ons weg is en die doet er ongeveer 248 jaar over om een volledige cirkel rond de zon te maken. Als jij verandert van teken, en dit is nu aan de orde, heeft de voorbije, denk 22 jaar in het sterreteken van Steenbok gestaan. En die gaat nu overgaan op de 20e januari, zal hij een transit maken in het teken van Waterman. En hij zal daar ook 20 jaar blijven staan. Ja. Dus die planeet Pluto, planeet van de kracht, van echt, dat is een powerhouse. Zal jouw 12e huis gaan belichten. Nu, dat zal jouw 12e huis gaan belichten voor de volgende 20 jaar weliswaar, Vis. Dus dat is echt wel een big deal. Zoals ik al zei, 12e huis voor jou, dat is jouw huis van spiritualiteit. Dus ik denk dat jij een periode tegemoet gaat dat jij echt je zal diep duiken in het ongeziene rijkdom, zoals ik al aangaf. Dat kan psychologie zijn, maar dat kan ook astrologie zijn, tarot. Ik denk aan het esoterische, maar ik denk ook aan alternatieve geneeskunde. En ik denk dat je daar echt een enorme diepe duik zult in maken, dat je daar altijd maar meer en meer zult willen van leren. Achter de schermen weliswaar, om dan met je bepaalde kennis dat jij opgedaan hebt, om daarmee naar buiten te komen en dat te delen met derden. Dat is een enorme krachtige transit, zoals dat ik al zei. En dat zal echt wel voor jou ook een metamorfose meebrengen. Jij zal echt volledig als persoon ook veranderen, doordat jij die specifieke spiritualistische zijde van jezelf zal beginnen ontdekken. Dus ik zou maar zeggen, hou je vast aan de takken van de bomen. Het is heel mooi dat dat in jouw 12e huis komt, die transit. Nu de 25e, nog om af te sluiten van deze maand, zien we dat de volle maan, of er is tenminste een volle maan, en dat is in jouw 6e huis. Tekenen van een volle maan in de 6e huis geven meestal mee dat je naar je dagelijkse routine wat aandacht zult geven. Routine zie ik in je planning, je dagelijkse planning, maar ook wat dat jij eet, wat dat jij drinkt. Dus het kan zijn dat je even daar een heranalyse maakt. Misschien wat meer gaan sporten, maar ook onder andere hoe dat je denkt ook over bepaalde zaken. En je 6e huis, omdat dat dagelijkse bewegingen of doeningen zijn, heeft ook met betrekking van je werk te maken. Dus kan zijn met de volle maan dat er eventueel voor bepaalde vissen een verandering in carrière zullen zijn of richting, of dat je iets erbij zult doen, maar er kan daar een verschuiving uit in voortkomen. Nu, algemeen voor jou, liefste Vis, astrologisch vanaf deze maand, vanaf die 20e, dat zo belangrijk zal zijn, zal je zien voor de volgende 20 jaar, als je met de energieën mee kunt werken, is dat jouw dromen zullen algemeen uitkomen. Ik kan het maar zo simpel zeggen. Dus ik zou zeggen, ook maak daar gebruik van. Duw daar niet tegen die energieën. Goed. Dit stukje van astrologie zal ik aan de kant schuiven en ik ga heel graag over naar de lezing zelf. Misschien een kort stukje over mezelf. Ik ben tweetalig. Ik ben Engels en zowel Vlaamstalig. En tijdens een lezing connecteer ik altijd in het Engels. Dus dat wil zeggen dat je mij Engels zult horen spreken af en toe. Maar ik zal alles direct vertalen indien nodig. En ook de meeste van mijn kaarten zijn Engelstalige kaarten. Maar ook die zal ik direct vertalen indien nodig voor jullie. Ik begin de lezing altijd met een paar orakelkaarten. Ik heb hier 3 decks voor me liggen die ik graag momenteel gebruik. Ik vraag daar kaarten uit. Die leggen een heel mooi begin van de lezing. En daarna ga ik over naar de tarotkaarten zelf. Oké, dat gezegd zijnde. We gaan eraan beginnen. Show me what we need to know, please, for Pisces for the month of January, please. Anything you want to tell us for Pisces, thank you. Thank you. Hope that. Ik heb 2 mooie kaarten. De eerste is Commitment en de tweede is Deep Freeze. Commitment,
Dat is een heel mooie kaart. Dat is een ruime interpretering altijd van die kaart. Dat is een verbintenis. Of de kaart geeft alvast aan dat jij een verbintenis met jezelf kan maken. Dat het een heel mooie periode is om samen te werken. Ten eerste met jezelf en met de energieën die rond je hangen. Maar ook met anderen. Dus je ziet hier twee handen en een ster. Een ster staat ook voor jouw dromen, voor jouw wensen die uitkomen. En de sleutel zit daarin. Dus door samen te werken, ook met andere mensen en met jezelf. Dus door niet tegen de energieën in te gaan, dan kan jij eigenlijk wel je dromen tot voltooiing doen komen. En dat had ik eigenlijk zo net ook al meegegeven. Het is echt wel een tijd voor jou om jouw droom te doen uitkomen, door ook samen te werken met de correcte mensen rond jou. Ik heb ook nog een deep freeze. En dat geeft eventueel aan, nu in de winterperiode, dat je het nog even rustiger mocht aandoen. Jouw 12e huis wordt enorm belicht tijdens deze maand ook. Dus zoals ik zei, jouw 12e huis van spiritualiteit. Maar om daar tijd te kunnen in investeren, heb je wat rust nodig. Ja? En heb je bij wijze van spreken een vriestoestand nodig. Zodanig dat jij kunt aligneren met de energieën. Ja? Dus ik denk dat deze periode nu, zeker voor de derde week van januari nog, de tijd dat rest, en de tijd dat jij ook verder wenst te investeren in bepaalde zaken, is door gewoon stil te staan en daar tijd voor te nemen. En daarna, ik zal u nu al meegeven, de volgende maanden die eraan komen, zijn volgepakt met actie. Elk sterreteken zal dit enorm voelen. Dus neem deze periode, neem deze 2 weken of wat dat er u nog rest, neem deze wel om het nog even rustig aan te doen indien je kunt. Oké. Goed, dan gaan wij over naar het tweede deck. Dat is de Sacred Destiny Oracle deck van Denise Lynn. Heel mooi visueel deck ook. Show me what we need to know, please. For Pisces, for January. Thank you. Wauw. Ja, kijk, ik ga ze alle twee direct tonen. Zoals ik zei, het zijn visueel heel mooie kaarten. Maar jij trekt bij uitstek 2 kaarten met enorm veel kleur op. De eerste kaart hier staat er onderaan Thriving. Dus jij zal echt wel uitmunten in waar dat jij je zinnen gaat opzetten. Het is echt een periode waar dat je in zult shinen. En dan heb je hier ook abundance er nog eens bij. Dus abundance spreekt over weelde, alles wat jij wenst, overvloed. Alles komt binnen waar dat jij je zinnen zal opzetten. Het is een periode om te thriven en om abundance, weelde aan te trekken. Overvloed, op gelijk welk vlak dat jij je wenst. Maar een zeer, zeer, zeer ubervruchtbare periode. Ik blijf het herhalen om jouw dromen te doen uitkomen in realiteit om te zetten. Mooi, ik zal nog eentje nemen van mijn Moonology deck. En het is al direct de flippers. Voilà, hop. Take time to breathe out, staat er hier onderaan. Ja, ik ga daar niet te veel meer aan toevoegen. Take time to breathe out. Ik had het wel aangegeven daarnet, dus hopelijk val ik niet te veel in herhaling. Maar deze 2 weken, neem nog wat tijd om te ademen, om op rust te komen. Het zal druk genoeg worden. Ik ben er zeker van. Goed, wij gaan over naar de tarotkaarten zelf. Al mijn kaarten zijn op voorhand al geschuffeld geweest. Maar ik doe dat off-camera, anders duurt het te lang. Oké, ik neem een paar kaarten. Ik vraag althans een paar kaarten met algemene boodschappen voor jullie. En daarna zal ik ze met een tweede of een ander deck ook nog eens verklaren. Alright, here we go. Show me what we need to know, please, for Pisces. Thank you for the month of January. Thank you. All right. Anything else I need to know, please? We need to know for Pisces for the month of January. Thank you. Month of January, please. Any other messages, please, for Pisces? Yeah, for the month of January. Thank you. Anything else? No. Thank you. Oké, ik zal u eerst een keer al de kaarten tonen. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaarten.
De allereerste kaart, dat is wanneer het een keer een fantastische grote kaart. Dat is de Ace of Pentacles. Dat toont mij voor mij aan letterlijk dat er voor jou een nieuwe weg klaar ligt. Zeker op carrièregebied. Die heel veel mogelijkheden met zich meebrengt om financiële stabiliteit te creëren. Je ziet hier ook die grote pentacle in die twee handen, die worden nu aangereikt. Nu, energieën zijn er altijd. Hè. Het is aan ons om ermee te werken. Hè. Ik probeer dat zo vaak mogelijk ook te verduidelijken. Want niets staat vast. Hè. Ook planetair gezien, planeten leiden ons leven niet. Hè. Wij krijgen energieën en wat we ermee doen ligt aan ons. Hè. Dus er zijn bepaalde transits die heel belangrijk kunnen zijn in ons leven. Maar wil je in de zetel blijven zitten, dan voel jij je goed waar je nu bent. Dat is oké, dat is jouw beslissing. Hè. Maar ik geef gewoon mee, er staat hier nieuwe energie voor jou klaar. En astrologisch was dit ook al, of kwam dit ook al eruit naar boven. En door die volle maan in jouw zesde huis ook, kan het zijn dat jij eventueel een nieuw pad op carrièregebied kunt inslaan. Of toch althans, er is een mogelijkheid. Jouw tweede kaart is de Seven of Cups. Nu, die kaart toont voor mij aan dat er momenteel eventueel bepaalde beslissingen zijn op emotioneel gebied die nog niet helemaal duidelijk zijn voor jou. Het kan ook zijn dat je gewoon algemeen veel keuze hebt of meerdere keuzen hebt waardoor dat je niet goed weet of dat je naar links of rechts moet gaan. Ik zal straks zien bij verduidelijking wat we daaruit nog meer krijgen. Dat is ook een kaart van illusies. Hè? Dus het kan zijn dat bepaalde dingen in je leven niet zijn wat ze blijken. Of iemand kan ook zijn. Ik heb de King of Wands. Nu, dat is de meest geïnspireerde koning. Dat is een koning vol met vuur. Je ziet ook, dat is een leeuwkaart. Je ziet die leeuw ook achter hem staan. Die koning is bijna niet te temmen, maar heeft wel die leeuw getemd. Maar toont mij aan dat jij heel veel creativiteit en passie beheerst. En dat toont mij dan ook aan dat jij heel veel passie hebt voor het gelijk wat waar jij mee verder wenst te gaan in jouw leven. Dus is dat op liefdesvlak, carrièrevlak, familievlak, gelijk wat. Maar dit toont mij al die energie. Dus jij komt in een periode terecht waar jij heel, heel passievol zult zijn. Waardoor dat jij heel veel creativiteit zult hebben. En ik heb ook de Justice kaart. Nou, die Justice kaart spreekt over balans. Correctie, balans inbrengen in uw leven, op algemeen gebied. Je ziet hier een zwaard dat is met waarheid, ja, correctheid. En dan zie jij die twee, ik zal maar zeggen, potjes aan die erop gebalanceerd zijn. Dus als jij een recht pad voor jou hebt en als het correct is en als jij correct bent en als jij rechtlijnig bent, dan zal alles mooi gebalanceerd zijn. En dan heb je justice. Ik heb de Six of Wands ook. De Six of Wands spreekt voor jou over, ja, in het Engels zeggen we een victory, een win. Dat is een win-win situatie. Dat is jij die als het ware bijna zal zegevieren. In de Rider-Waite-deck zien wij dat dan een ridder is die op zijn paard zit en die vanuit een slagveld terugkomt. En iedereen aanbidt hem en praised hem. Dus ja, jij zal vol met vuur zitten, passie. Jij zal slagen in wat jij vooropgesteld hebt. Dat geeft die energie voor mij mee. En ik heb dan ook als laatste kaart heb ik de Empress. Nu, de letterlijke vertaling van die Empress zie je hier ook haar buik. Dikke buik. Dus dat kan zijn, één, kan een teken hebben van zwangerschap. Dus u of uw partner kan zwanger zijn, maar je kunt ook zwanger zijn van een nieuw idee. En dit nieuwe idee zie je omdat de wereld in haar buik zit. Dus zij voedt haar gedachten. Hè. Je ziet hier ook de maan, is geconnecteerd met haar intuïtie. En haar intuïtie laat ze groeien zodanig dat ze die wereld vooral zit en weet waar ze heen moet gaan. Dus ze vertrouwt enorm op haar intuïtie. En als er nu één teken bij uitstek is, liefste vis, dat heel veel intuïtie heeft, of dat gekend is voor zijn intuïtie, is het wel jij. Dus die kaart toont mij aan dat je intuïtie, dat je die uw pad moet laten belichten. Dat is een kaart die echt wel zegt, voed uzelf met uw eigen intuïtie. Jij weet waar jij heen moet gaan. Jij moet jouw emoties volgen. En hij ligt nu wel onder de kaart van take a time to breathe. Dus ik zou zeggen, voel jij ook dat je even een time-out moet hebben? Luister dan ook wel. Luister naar jezelf, je intuïtie. Goed, wij gaan de kaarten vertalen. Show me the Ace of Pentacles, please. Clarify that Ace of Pentacles, please.
Dank je. Ik heb de Knight of Swords. Dat is een zeer gedreven knight, vol met actie die vooruit gaat. Dat is een air kaart, dat is een waterman. Ik wil het altijd in het Engels zeggen. Libra, dus weegschaal en tweelingkaart. Maar dat is iemand die snel denkt. Iemand die vooruit wenst te gaan, die actie neemt, die gedreven is om succes te hebben. Die zich niet laat tegenhouden door niks. En ik zeg niet laat tegenhouden door niks, want de tweede kaart die eruit viel, was de Four of Cups. Nu, de Four of Cups is voor mij een kaart van rusteloosheid, van verveeld zijn. Dus kan zijn, op jouw huidige werk nu, waar dat jij bent, is dat je verveeld bent, gewoon algemeen. En dan toont voor mij aan dat er hier een nieuwe weg voor jou ligt. Als dit zo is, dan raden de kaarten jou aan om er eigenlijk op te springen, om snelle actie te ondernemen. Zodanig dat je die kans niet mist. En het heeft te maken met hier een commitment, die commitmentkaart. Dus het kan zijn dat het heeft te maken met een verbintenis waarbij dat je eventueel gaat samenwerken met iemand anders. Of met jezelf. Show me the Seven of Cups, please. Clarify that Seven of Cups. Thank you. Ik heb de Hangman. Oké. Dus als jij even niet goed weet welke weg dat jij moet opgaan, die Seven of Cups, dat is heel veel keuze hebben, niet kunnen weten welke een dat je moet kiezen, dan vraagt de Hangman aan jou om alles los te laten. Pauze te nemen. Als het ware, u over te laten, letterlijk aan de energieën. En dan zal alles duidelijk worden. En dan zul je weten welke richting jij moet uitgaan. Of wat dat jij moet kiezen. Of welke beslissingen jij moet nemen. Nu, dat is breed. Hè? Ik leg hier een generale lezing. Dus dat betreft heel veel mensen, heel veel energieën. Maar het heeft hier over emoties te maken. Dus heeft dat emotioneel met een relatie voor jou te maken? Goed. Maar heeft dat voor een andere persoon te maken met een carrièrebeslissing, waardoor dat jij emotioneel verbonden bent met jouw passie, met jouw creativiteit? Kan dit ook. Het kan op verschillende vlakken zijn. Maar de boodschap is loslaten, waar dat je moet een keuze in maken als iets niet duidelijk is, en dan nieuwe perspectieven zetten. Dingen eens vanuit een andere kant bekijken. Hè? Want de Hangman die hangt letterlijk aan een paal. Je ziet hem hier hangen en hij heeft zichzelf omgekeerd gehangen. Dat heeft hij zelf gedaan om de zaken letterlijk ondersteboven te bekijken. Om meer duidelijkheid te krijgen op een andere manier. Die kaart vraagt ook aan om dieper eens naar van binnen te kijken bij jouzelf. Als er bepaalde zaken niet duidelijk zijn in jouw leven. En zeker, ik zeg het u, je 12e huis wordt aangesproken. De Hangman is by the way ook jouw kaart. Dat is de kaart van Vis en ook van Neptunus. Neptunus is de planeet van dieptegang, van onder water gaan, van diep in uw emoties te gaan graven en daar de waarheid te vinden en daar de waarheid naar boven te laten komen. Oké, show me the King of Wands, please. Clarify that King of Wands for Pisces. Thank you. Oké. Ja, ik heb terug jouw kaart, dat is de tweede keer al. Ik heb terug... Dat u tonen. De maankaart. De maankaart is terug een vis. Neptunuskaart. Nu, de maan staat ook voor dromen, liefste vis. Maar ook voor illusies. Dus ik heb hier twee kaarten van illusies al. En hij ligt op de King of Wands, waar dat jij creatief wenst te zijn. Waar dat jij met passie voor wenst te gaan. Dus ik denk dat ik niet ver van het plaatje zit waar dat ik daarnet over had. Het is precies een herbevestiging. Van een pad waar dat jij wenst in te slaan. Een beslissing dat jij wenst te nemen. Waar dat jij vol met passie met jouw buikgevoel wenst achter te gaan. Of dat zou je toch moeten doen. Dan vraagt hier ook de maan aan jou om te geloven in jouw intuïtie. En angst achter jou te laten. Het is geen tijd om angst te hebben. Het is een tijd om eigenlijk vooruit te gaan. Ik zie deze volgende periode, volgende 20 jaar, als een echt een volledig nieuw hoofdstuk. Voor allen voor ons, van allen, voor iedereen. Het is gewoon aan onszelf om bepaalde stappen te zetten. Show me the Justice card, please. Clarify that Justice card, please. Thank you. Two of Pentacles. Allee, you can't make it up. Two of Pentacles op de Justice card. Dus heel duidelijk, beide tonen om balans te brengen. In uw zijnde, dus één, Two of Pentacles, dat is een financiële kaart. Maar dat kan ook over uw emoties spreken, hoor. Maar die vraagt om uw prioriteiten voorop te zetten.
Het kan zijn dat je verschillende prioriteiten hebt en dat je daardoor een keuze moet maken. Two of Pentacles spreekt ook over time management, dus over uw tijd, hoe dat je dagelijkse routine invult. Dat had ik ook gezegd in die volle maan, dat uw zesde huis belicht wordt. Hè? En dat is uw huis van dagelijkse routines. Dus herbekijk eens hoe dat jij alles, alle dagen, inplant. Is dat mooi gebalanceerd? En daardoor moeten bepaalde opties beginnen afwegen. Als wij zelfs in onze dagelijkse routines uit balans zijn, dan kan de rest in ons leven ook niet in balans zijn. Dat is, alles begint met het begin, zelfs met een kleine muis die rondloopt, bij wijze van spreken. Alles moet in balans zijn. Nu, dat is niet alle dagen mogelijk, hè. Maar bepaalde perioden, zeker met een volle maan, geeft dat mee om dat nog eens onder de aandacht te brengen. Dus en dat is vanaf die 25e nu van deze maand voor jou. Show me the Six of Wands, please. Clarify that Six of Wands. Thank you. Ik heb de Queen of Wands. Kijk, ja. Dat is ook terug zo duidelijk, hè. Ik zal ze nog eens tonen aan jou. Die Six of Wands, dat is waar dat jij echt wel een spotlight op jou zal hebben. En dan heb ik hier nog eens de Queen of Wands. Nu, de Queen of Wands is net hetzelfde. Zij is uber geïnspireerd. Heel veel zelfvertrouwen. Ze schijnt dat ook uit naar de buitenwereld. Ze is zeer gefocust. Ze heeft ook een enorme dorst voor leven. Een zest voor life. Zeer gedetermineerde energie. Maar ook heel veel energie dat te maken heeft met plezier maken. Dus plezier hebben in het leven en plezier hebben waar ze haar zinnen op zet en waar ze achter wenst te gaan. En gedurende heel haar weg dat ze aflegt. Zodanig dat ze kan vieren, dat ze kan gelukkig zijn, dat ze kan thriven. Want het ligt onder die kaart van thriven. En thriven is echt wel het woord, als je het zelf eens opzoekt in het Engels, is echt wel shinen. Jij bent de beste in wat jij doet. Jij zal schijnen. Jij zal uit honderden mensen eruit schijnen in wat jij doet. Dus voor mij heb jij hier enorm veel bevestigingen dat jij gewoon een keuze moet maken ergens, eventueel. Prioriteiten voorop moet zetten. Wat belangrijk is voor jou, wat niet. Mooie balans in je dagelijkse leven terecht krijgen. En dan zulde jij echt wel, komt er enorm veel weelde binnen op jouw pad. En met die Empress er hier nog eens bij. Dat is de koningin van alle koninginnen. Zij spreekt, dat is de grootste kaart, bijna een van de grootste kaarten, over alles wat dat je doet dat vruchtbaar zal zijn. Zoveel weelde in deze kaart ook. Dus we gaan hem nog eens verklaren. Dat zal dan ook de laatste kaart zijn. Clarify the Empress, please. Give me one more, please, for the Empress. Clarify that Empress, please. Thank you. Ja, Death and Rebirth. Ik wist het. Kijk, het heeft hier echt met een beslissing te maken. Dus nog een keer derde confirmatie. Want ik heb de Two of Swords op die Empress, waar dat jij je doelen op zet, waar dat jij wenst voor te gaan, is zo duidelijk dat jij één doel voorop moet zetten. Heel duidelijk zijn. De kaart vraagt ook om te denken voordat je een beslissing neemt. En bepaalde opties af te wegen. Maar, liefste vis, ik heb de doodkaart ook. Ik zie de doodkaart altijd als een van de meest positieve kaarten in het deck. Wees niet bang van het woordje dood, als je tarot niet goed kent. Want de doodkaart staat echt wel voor een nieuw begin. En een nieuw, super vruchtbaar begin. Dat er aan zit te komen voor jullie. Het toont mij echt aan dat je een transitie aan het meemaken bent en dat je in een metamorfose zit. Het is het einde van de cyclus van de vorige jou en de nieuwe jou kan opstaan. Dat is de grootste boodschap dat ik je nog kan meegeven om mee te eindigen. Ik vind het alvast een heel mooie lezing voor jullie. Ik hoop dat die boodschappen resoneerden. Zo ja, dan mag je zeker de video liken. Mag je ook eventueel abonneren. Dan kan je zeker de volgende weken de video's meepikken. Voor nu zou ik zeggen bedankt om te kijken. En maak er nog een fijne werkweek van. En hopelijk tot de volgende keer. Tot ziens, vis. Dag.